Roy gaat eerst. Hij doet het heel beheerst. Oeh, schuif. De wind. Icons voetbal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Copy the Shot. We doen het vandaag met Roy ter Scheggert en Wimilio Vink. Excuses. Moeilijk, hè? Dat is een lastige. Dat is een lastige naam. Ja, Roy is wat makkelijker. Ja, klopt. Dat ja. Is ook een iets mooiere naam. Kort en krachtig. Kort en krachtig, daar staan we voor. Hey, jullie kennen het concept. Ja. Jullie krijgen een penalty te zien, die moeten jullie nadoen. Wie dat het beste doet, wint. Degene die verliest, moet de challenge uitvoeren. Gaat helemaal goed komen. Let's go. Emilio, ben je er klaar voor? Ja, ik denk het wel, man. Ik ben benieuwd. Ik ook. Kijk eens, hij legt hem rustig neer. Hij loopt naar achter. Met een mooie aanloop. Geen twijfel. Hé, hey, dit kan... Oh. Glijdt hij uit of is het echt een sliding naar de bal? Kijk eens. Oeh, dat is wel een pegel, hoor. Dat is een pegel. Dit kan jij. Zit je nou naar je fluit te kijken? Ja, joh. Het is koud, toch? Kom maar. Ah, dat leek nergens op. Hey, dit... Ja, ga maar, Royke. Lekker, Roy. Ja, Bouke! Ja! Ja, mannen. Ik moet de punten uitdelen. Ik ben de jury vandaag. En ik vond wel dat de uitvoering van Vink beter was. Ik ook, hoor. Hard schieten is niet mijn, ding. Ik ben meer van de beheersing. Dus, beheersing, ja. Helaas. Ja, helaas, ja, terecht, ja. Terecht. 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 Terecht dat punt. Ja, ik glij wel vaker uit, dus dat is mij makkelijk. Ja, dat klopt, dat klopt. Volgende, oké. Okay. Nou, dit is jouw moment. Tjoh, wat een cadeautje weer, Wink. Schiet hem aardig in. En het juichen. Ja, die moet wel lukken, denk ik, hoor. Ja, kijk, ja. Schiet hem aardig in, hoor. Deze moet wel lukken. Dat ligt me meer. Oh, kijk, Suus, die kan ook niet meer hard schieten. Oh, lekker hoor, met links, Roy. Die zit er netjes in, maar wel met het verkeerde pootje. Dus dat, En het ouderwetse juichje gewoon. Ja. Geen gekke dingen. Nee, dat kan ik ook wel waarderen. Oké. Okay. Roy gaat eerst. Hij doet het heel beheerst. Oeh, schuit. De wind. Je weet welke hoek die gaat. Yo. En dan krijg je er eentje beheerst. Oh, lekker, nee. Man. Ga maar. Vinky. Hoi, daar gaat ie. Ja. Ja. Duidelijk deze. Duidelijk, hoor. Duidelijk. Vink, 2-0. Maar we doen nog een laatste ronde. Bij die laatste ronde heb je de keuze om een moeilijke te kiezen. Of om een makkelijke te kiezen. En als je een moeilijke kiest, dan kan je 3 punten krijgen. Ja, dan gaan we echt deze regel. Maar die heb jij ook. Die keuze heb jij ook. Okay, okay. Moeilijke of makkelijke? Ja, ik ga voor moeilijk dan. Voor moeilijk. Ja, ik moet. Voor moeilijk. Ja, moeilijk, man. Ook. Oké, okay. Let's go. Nou, Roy, het is een moeilijke. Ja, ze waren allemaal moeilijke. Maar deze wordt extreem moeilijk. Ja, maar we gaan ervoor. Moment. We gaan ervoor. Zo. Nou, valt mee, hoor. Deze. Geen genade. Geen genade. Zo. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Oh! Oh! En dan? Op zich is... Oh, roeien. Op zich is die niet heel moeilijk, hoor. Nee, maar ik hoop dat ik mijn schoen nog terugvind. Ja. Al die wind. Oké, okay, Roy. Je laatste moment. Anders moet je een challenge uitvoeren. Kom op, kom op. Wat is dit dan? Jezus. Wat de... Vink heeft gelukkig zijn schoen weer teruggevonden. Jouke, wat vond je ervan? Moeilijk. Wim heeft terecht gewonnen. Roy... Ik weet niet waar het aan lag, misschien door het akkefietje op je werk, met je deur? Nee, dat je de deur eruit hebt geslagen? Nee. Oh. Ik dacht dat hij altijd zo beheerst was. Soms. Roy, het zat niet mee. Vink, je hebt gewonnen. Dik. Ja, dus je krijgt een applaus van mij. Je kan niet altijd winnen. Je kan niet altijd winnen, op de trainingen heb je gewonnen vandaag. Vink, wat moet hij doen? Wat moet hij doen?
voor mij mag hij tot de 16 een kikkersprong. Ah, maar dat kikkersprong hebben we al gehad. Oh, hebben die al gehad? Ja, ja, oké. Okay. Even origineel. Rupsen? Ja, rupsen. Rupsen. Dat is wel iets moois. Maat, ik ga nooit meer mee op. Rupsen, maar hoe werkt dat? Rupsen? Ja, doe eens voor dan. Jij kan dit. Jij kan dit. Kom op. Je bent toch wel zo'n rups? Ja, dat kan ik niet, maat. Jawel, achteruit. Achteruit die rups. Kom maar, als ik zo meteen win, jongen. Hier zo, maar je moet het voor de camera doen. Oké, wat moet ik doen? Dan kan ik hem gelijk afsluiten. Even een rups. Even plat op je buik liggen. Handen naast je lichaam. En dan naar voren. Dus, ja. Ja, dat is goed. Doorgaan, doorgaan. Ik moet afslaan. Vond je dit nou een leuke aflevering? Zorg dat je even de like button hit natuurlijk. Wil je meer over Icons weten? Of over Spakenburg? Volg Icons voetbal. En dadelijk... Wanneer de samenvattingen weer online zijn, kun je alles terugvinden op icons.com. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.